Eindelijk kan Nelly van Capsonus Kappers in Leiden het bordje aan de deur van haar zaak weer omdraaien. Kom binnen! Ik vond het echt fijn om weer te beginnen. Maar ik vind het toch ook wel spannend hoe zoiets dan weer loopt. Hè? Hoe mensen reageren op die afstand en houden ze zich daaraan. Bij binnenkomst moet je even je handen desinfecteren. En voor mensen die het willen zijn er voor 1 euro mondmaskers te koop. Maar dat is niet verplicht. Het lukt sowieso wel met alle maatregelen. Gelukkig hebben wij een langgerekte winkel, zodat je wel die afstand gewoon zo tussen elkaar kan bewaren. Maar het zal in de praktijk deze week wel even een beetje zoeken worden. De klanten zijn in ieder geval erg blij dat de schaar weer in het lange haar mag. Huppakee. 8 weken gewacht, dus ik was gelukkig een van de laatste klanten. Dus het viel bij mij nog wel mee, maar ik ben er wel erg blij mee. Ja. Ik voel me wel veilig, ja. Ik hoop wel dat als mensen niet fit zijn, dat ze wel zo slim zijn om te denken van nou, dan stel ik het nog een weekje uit. Dat vind ik nog wel het moeilijkste eigenlijk. Dat als je denkt, jeetje, klopt het wel, is die wel fit, dan moeten ze gewoon echt op vertrouwen dat mensen dat doen, dat ze gewoon dan niet komen. Voorlopig zijn er in ieder geval genoeg mensen. Nelly en haar collega's hebben de komende dagen ieder half uur een klant.